Toen ik hier vanochtend in de Tweede Kamer aan een paar jonge mensen vroeg, weet je wat dit is? Toen keken ze me heel vreemd aan en ze hadden geen idee. Het is een schietlood, waarmee je kunt kijken of iets, ja, zeg maar, verticaal waterpas is. Of het precies verticaal is. En dit gereedschap, het schietlood, de bankschaaf en de waterpas, zijn van Egbert Dekker. Egbert Dekker, geboren in 1862, was mijn bedovergrootvader. Hij was timmerman in Heerde. En dit is zijn gereedschap. En ik ben zo dankbaar dat ik het nog heb gekregen van mijn opa. En dat ik het hier kan vasthouden. Egbert Dekker was een echte vakman. En ik hou van vakmensen. En ik denk dat het een enorme blijdschap geeft als we ook nu jonge mensen nog echt een vak leren. Dat ze het merken wat het is om ergens de tanden in te zetten en echt iets te kunnen. Nederland heeft behoefte aan vakmensen. Het bedrijfsleven snakt ernaar. Maar ook ziekenhuizen, handen aan het bed, leraren voor de klas. Mensen die echt een vak hebben geleerd en die zeggen, ik ga me dienstbaar opstellen aan de maatschappij. Ik ga dat doen wat nodig is om ons land draaiende te houden. Die mensen hebben we nodig, op alle niveaus. MBO, HBO. En ik vind het ook belangrijk dat het HBO niet steeds meer gaat lijken op een universiteit, maar eigenlijk de hoogst haalbare beroepsopleiding is. En daarom heb ik deze week een motie in de Tweede Kamer die zegt dat ook op het HBO er beter moet worden aangesloten bij de arbeidsmarkt. Dat ook het HBO beter moet kijken, wat is er nou nodig? Welke vaardigheden heb je nodig om goed op de arbeidsmarkt mee te kunnen? Het HBO als hoogst mogelijke beroepsopleiding. Het HBO als vakhoogschule van Nederland. Ik denk dat het mooi is om meer jonge mensen op te leiden met echte vaardigheden van een vakman of een vakvrouw.